Ömer abi arayan daha çok abi. Allah razı olsun ben aramakta oldu abi. Hadi sağ ol abi. Het is moeilijk om even terug te denken. En dan is het vooral als je die mensen ziet die wat erger aan, aan een ja, ergere toestand zaten. Daar lagen en daar zaten te jammeren. En ja, dat is... ja. Hoeveel mensen hebt u uiteindelijk uit het vliegtuig kunnen halen nog? Ikzelf heb ik een prix. Ik ben als eerste gelijk naar de start gerend, als het ware. Nou, ik heb daar, daar zat een man klem met zijn voet. Nou, met trap, ja, trap tegen de stoelen, nou, noem maar op, dat we die voeten tussenuit krijgen. Er zat er zelfs eentje, die zat echt gewoon met zijn gewoon bijna tot zijn knieën aan toe. Zat hij in het modder. En dan moesten we echt gaan uitgraven. En toen ben ik naar voren gevlucht. Naar voren heb ik er twee uitgehaald. Eentje op mijn rug ertussenuit gesjouwd, want die had een gebruikelijk pijn. Maar ja. En ja, als je die mensen die ernaast liggen ziet, ja, het is, dat is niet leuk. Deze mensen zaten dus in het vliegtuig. Collega's van het Radio 1-journaal spraken met een ooggetuige die het toestel zag neerstorten en die vervolgens eerst hulp aan de gewonden heeft verleend. Ik zag die toestel in de lucht hangen met de neus vrij hoog. En toen opeens, binnen een seconde, is de neus enorm naar beneden gegaan. En dan verdween de vliegtuig achter gebouwen. Dus u was als een van de eerste bij het toestel. Ja. Wat trof u daar toen aan? Nou, toen waren er al iets van 40 mensen uit het toestel gekomen. Met name in het middengedeelte. De nooduitgang boven de vleugels die was open. En er stonden heel veel mensen, dus ongeveer 40 mensen, om het toestel heen bijna allemaal te bellen. Toen ben ik het toestel ingegaan. En daar was het donker, alle zuurstofmaskers die hingen naar beneden. Alle stoelen in het middengedeelte van het toestel die waren op dat moment al leeg. En hebben wat mensen die knel zaten voorin waar het geknikt was, hebben we een paar kunnen bevrijden door de stoelen wat uit elkaar te trekken. Maar je hoorde de andere mensen die vast zaten, die nog leefden, wat schreeuwen en doen en dan hulp roepen. Dus de achterkant van het toestel was duidelijk dat daar mensen waren overleden. En de voorkant. En je kon in ieder geval ook de mensen die buiten waren wat helpen. Er was iemand anders en die was daar. Die lag op de grond met een zware rugletsel in een shocktoestand. En die was aan het zoeken naar haar collega. En ik heb haar collega gezocht en naar haar toe gebracht. Maar ik wilde niet meteen afstappen op de meest ernstige dingen. Want het waren mensen die gewoon echt helemaal vast zaten. Waar je zelf met je blote handen weinig kan doen. Hoe lang duurde het voordat de hulpdiensten kwamen? Nou, ik denk de eerste politieagenten die waren er denk binnen 15 minuten. En dan is het steeds meer en meer politie en hulpdiensten gekomen. Wat me opviel was dat er eigenlijk niet zozeer tekort aan mensen waren, maar meer tekort aan brancards. Dus het heeft even geduurd voordat we iedereen weg konden krijgen. We hebben één vrouw een beetje weggetild op een stukje van de achtervleugel, omdat er op dat moment niet genoeg brancards waren. Het toestel stortte dus vanochtend rond 10:30 neer naast de polderbaan in een akker. En er waren meer mensen die dat zagen gebeuren. Hello.